Ado Den Haag heeft meerdere directeuren gehad. Een algemeen, een commercieel, een directeur stadion en veiligheid en af en toe ook een technisch directeur. Na 2006 zijn er ongeveer tien verschillende directeuren geweest. Na Robert Langebach in 2006 John van Ringelestein, Piet van der Pol, John Artsbach en Harm de Boer. Commercieel directeuren waren Steven de Hazet en Frans Bogaert. Rob Baan is er technisch directeur geweest, net als André Wetzel, allebei maar voor korte tijd. Uiteindelijk Matthijs Manders, 2011, algemeen directeur, maar hij vertrekt al na een paar maanden. Ook commercieel directeur Dick Vierling verdwijnt van het toneel. Hij stapt op. Evenals Maurice Westerwoud, directeur Stadion en Veiligheid. En de volgende commercieel directeur in het rijtje, Justin Goedzee, gaat eveneens weg. Kees Driebergen neemt ontslag als algemeen directeur. Piet Jansen stapt op als United Vansen in beeld komt. En nu dus legt Maarten Fontijn zijn functie neer. Per direct.